Provinciale Staten wil dat onderdelen van de Olympische Spelen ook in Brabant gehouden worden, als die in 2028 inderdaad in Nederland plaatsvinden. Het provinciebestuur steunt daarmee een motie van het statenlid Aloysia Jetten van de Brabantse Partij. Haar motie werd ondersteund door een petitie die vanmorgen voor de Statenvergadering is aangeboden aan commissaris van de Koningin Hanja Maai-Weggen. Nou, het initiatief heb ik genomen omdat we weten dat ze aan het praten zijn over een Olympisch plan. Dat is een Randstad gebeuren op dit moment. Als je dan weet dat Brabant de topsportprovincie is van Nederland, dan denk ik Brabant moet daarbij aan tafel zitten. Het kan niet zonder Brabant even beslist worden, zal ik maar zeggen. Om gastheer te worden van de Olympische Spelen moet Brabant veel gaan investeren. Ik hoop dat als Amsterdam inderdaad de Olympische Spelen krijgt in 2028, duurt nog wel heel lang, dat wij op volle kracht mee kunnen doen. We hebben al een aantal topsportaccommodaties waar Olympische Spelen kunnen worden gehouden. Dat is een mooie reden om er dan nog een paar bij te bouwen en ook de andere steden van een dergelijke accommodatie te voorzien. Het is ook natuurlijk niet alleen de Olympische Spelen, maar het is ook goed voor de economie natuurlijk. Er komt meer werkgelegenheid en er komt meer toerisme hierheen. Dus ja, dat is waarom wij het eigenlijk willen. Denk jij dat er op dit moment al genoeg faciliteiten zijn? Nou, dat denk ik niet. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onze eigen hockeyclub, daar staan ongelooflijk veel kindjes op de wachtlijst die gewoon niet kunnen sporten. En dat zijn inderdaad kindjes die nu 7 jaar zijn, dus die over 20 jaar 27 zijn. Ik was zelf 27 in Athene, dus dat is een prachtige leeftijd om een topprestatie te leveren. Het is gewoon ontzettend zonde dat voor de breedte sport heel veel kinderen verloren gaan, maar ook voor de topsport. In 2018 zal Nederland het Internationaal Olympisch Comité officieel laten weten de Olympische Spelen te willen organiseren.